Hallo, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Roy Visser. Vandaag ga ik de 100 vragen die niemand stelt lijst doen. Ja, want ik heb een YouTube kanaal, maar jullie willen mij vast wel beter leren kennen. En ja, waarom is ik heb deze lijst opgezocht op internet. En ja, ik denk doen we ook, maar kan mij iets schelen wat een ander denkt. Nou, daar gaan we. Vraag 1. Slaap je met je raam open of dicht? Nou, dat ligt eraan. In de zomer slaap ik graag met het raam open. Gewoon omdat het lekker frisse lucht is. In de winter heb ik hem liever dicht, omdat het dan koud is. Vraag 2. Neem je je shampoo of conditioner mee uit het hotel mee? Ja, dat neem ik mee. En dan zal ik je ook vertellen waarom. Het ligt daarom mee te nemen. Vraag 3. Slaap je met je dekbed ingestopt of niet? Ja, ik slaap. Nee, ik heb hem altijd los over mijn liggen. Dus. Vraag 4. Heb je ooit een verkeersbord gestolen? Ja, zo vaak. Zo vaak dat ik hem niet mee kan nemen. 5. Gebruik je post in nood? Nee. En dan hebben we 6. Knip jij je kortingsbonnen uit zonder ooit te gebruiken? Nee, dat doe ik niet aan. Dus vraag 7. Word jij liever aangevallen door een beer of een zwerm bijen? Ja. Wat ga ik dan zeggen? Liever een zwerm bijen. Want tegen een beer kun je je niet verweren, want die is toch sterker dan jij. Maar die is op een gegeven moment uitgeput. En dan heb je een bijen, ja, die steken hier, maar op een gegeven moment ben je dat ook weer kwijt. Vraag 8. Heb jij sproeten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet van mezelf. Vraag 9. Lach jij altijd op foto's? Nou, dat ligt eraan in welke stemming ik ben. Als ik verdrietig ben, dan lach ik. Huil ik en als ik lach, dan lach ik op foto's. Klaar. 10. Wat is je grootste ergernis bij mensen? Mensen die je nakijken. Maar ja, als je loopt en mensen kijken je na, dat vind ik irritant. Of dat ze mensen je voorkruipen. Ook vervelend. Vraag 11. Tel jij je stappen die je maakt bij als het loopt? Nee. Dat is zo nutteloos. Vraag 12. Heb je ooit geplast in een bosje? Ja, dat doet iedereen wel eens. En gepoept? Nee. Dat vind ik vies. Dans je wel eens terwijl er geen muziek op staat? Dat niet, maar ik zing wel eens als er geen muziek op staat. Gewoon als liedje dat in me opkomt. Vraag 15. Bijt je op je pen? Ja, jammer genoeg wel. Soms. 16. Kun je zeilen? Nee. Ik heb het wel eens ooit eens gedaan met de zeilboot mee geweest, maar zeilen kan ik alleen niet. 17. Hoe groot is jouw bed? Dat gaat je niks aan. Vraag 18. Wat is je favoriete liedje van deze week? Dat is de nieuwe van je broer en DJ Paul Elkstar. Stak. Engel. Die is leuk. Lekker en lekker hardcore bieteren. Heerlijk. Vraag 19. Mannen die roze dragen. Nou, ja, het zijn mensen. Ja, dat maakt niet uit. Iedereen draagt toch zelf wat ze leuk vinden, of niet? Waar zijn we? Vraag 20. Kijk je nog steeds tekenfilms? Nou, ja. Eerste keer ben ja. Vaak oude tekenfilms van vroeger, zoals Boos, Dommel en dat soort troep. Dat vind ik best leuk. Vraag 21. Wat is je minst favoriete film? De Titanic. Daar vind ik niks aan. Vraag 22. Waar zou jij je schat begraven als je die zou hebben? Nou, ik heb geen schat. Ja. Mijn schat ligt bij mij in bed. Vraag 23. Wat is drink je bij je avondeten? Meestal een ratelen 0.0. Gewoon omdat het lekker is. In wat voor saus dip je kipnuggets? Nou, ik lust geen kipnuggets, dus ik eet ze niet. Vraag 25. Wat is je favoriete eten? Boerenkool of chicken tonight? Lekker. Even kijken. Even kijken. 26. Welke film kun je keer op keer kijken zonder zat te worden? Mr. Bean's Holiday. Mr. Bean, vind ik leuk. Ben je ooit een scoutingjongen geweest? Nee. Ik kan niet van scouting. Wel van voetbal. Vraag 29. Zou je ooit strip of naakt poseren? Nee. Klopt liever niet te koop. Vraag 30. Wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven? Nou, als ik filmpjes maak, gebruik ik wel eens oud materiaal, dus papier, schrijf ik het op.
Maar een brief sturen, nee. 31. Kan je olie van je auto vervangen? Nee, dat laat ik altijd door in de garage doen. Vind ik fijn. Heb je ooit boete voor te hard rijden gehad? Ja, helaas wel. Maar ja, vaak is dan haast en dan denk je van ik trek de gaspedaal maar even iets dieper in, dan ben je sneller thuis. Maar 33. Ooit zonder benzine gezeten? Nee, dat niet. Want als ik rijd, kijk ik altijd eerst de benzinepeil na. Vraag 34. Wat mijn favoriete broodje? Mijn favoriete broodje, dat is een croissant. Of een broodje hamburger. Vraag 25. Oké, ja. Vraag 35 is het. Het lekkerste ontbijt. Een broodje hagelslag. Hoe laat ga jij naar bed? In het weekend wil het wel laat worden. In het weekend en door de week, ja, meestal rond 10:30. Dan ja, de volgende dag moet je vroeg uit. Als je er vroeg uit moet, ja, dan is het wel fijn dan dat je een beetje goed geslapen hebt. Vraag 37. Ben je lui? Ja. Jammer genoeg wel. Vaak ben ik iets te lui om klusjes te doen. Maar het is dan vaak of moeten of doen, hè. Even kijken. Hoe ging je verkleed carnaval als klein kind? Meestal als clown. Ik hou van grapjes. Ja, ik maak wel een beide hand opmerking en dan lach je zelf al vaak. Dus. Wat is je Chinese sterrenbeeld? Dat interesseert me geen zak. Ga verder. Hoeveel talen spreek je? Nou, Nederlands sowieso. Engels een beetje, Duits een beetje Pools. Ja, omdat je mijn werknemers ook naar Pools werk. Ja, dat is het goed. Hoe, heb jij een tijdschrift abonnement? Nou, als het tv-gids meetelt, weet ik niet, maar die heb ik wel. Of een krant. Vraag 24. Wie zijn beter, Ajax of Feyenoord? Nou, ik vind ze beide leuk dus. Vraag 43. Ben je koppig? Nee. Vraag 44. Wie is beter, Tyra of Oprah? Oprah, die zit langer in het vak. Vind ik mooi. Af en toe. Vraag 45. Kijk je naar soap? Ja, Brugklas. Die vind ik leuk. Of Spangas. Gewoon goed. En ook Goede Tijden. Die kijk ik ook nog graag. Heb jij hoogtevrees? Nee. Ja, ja, nee. Daartussenin. Vraag 7. Zing jij in de auto? Dan ligt er wel wat voor liedje erop staan. Als een Nederlandstalige opstaat, wil ik wel eens meezingen, ja. Vraag 48. Zing je onder in de douche? Ja, dat kan ik wel doen, ja. Ik zing vaak onder de douche, dus ja. Dan, vraag 9. Dans je in de auto? Ik weet niet hoe je dat wilt doen, maar je kan geen cha-cha-cha in de auto doen. Dat gaat niet. Maar als je swingen bedoelt, dat doe ik wel, ja. Vraag 50. Ooit een pistool gebruikt? Waar ik die voor nodig dan? Nee. Vraag 51. Wanneer heb je voor het laatst een portretfoto laten maken? Nou, een pasfoto maak ik het liefst dingen. Een pasfoto maak ik het liefst als ik dat nodig heb. Vind je musical stom? Nee. Dat vind ik niet stom, ik vind het best mooi. Want dat vind ik best mooi om te zien. Al die decor. Vraag 43. 50, sorry. Vind je kerst stressvol? Nee, ik vind het gewoon wel gezellig. Altijd gezellig met de mensen om je heen, heerlijk. Ooit biologie gegeten? Nee. Je weet wat ze zeggen, wat de boer niet kent, fret hij niet. Dus dat fret ik niet. Favoriete fruittaart? Appeltaart. Slagroomtaart. Tompoesen. Genoeg gehoord, maar ik vind heel veel taarten lekker. Vraag 56. Wat wil je later? Wat wilde je worden? Wat wilde ik later worden? Geen idee. Ja. Soldaat, denk ik. Ik ben nu tuinman. Geloof je in geesten? Nee. 58. Ooit een déjà vu gevoel gehad? Ja, dat hebben we allemaal wel eens gehad. Hè? Wat voor vitaminepillen neem je dagelijks? Nou, banaan, appel, citroen, fruit. Dat is goed, dan krijg je vitaminepillen nodig.
Draag jij slippers? Ja, in de zomer draag ik graag slippers. Maar liefst in huis draag ik liever blote poten. 61. Draag je een badjas? Ja, vaak af en toe. In de winterdag. In de zomerdag niet. Wat draag je in bed? Zal ik dat maar niet zeggen? Nou, gewoon in het ondergoed. 63. Eerste concert. Dat was Nederlands taal. Mega Piratenfestijn. Geweldig. 64. Kan niet praten, geloof ik. Kruidvat, Ethos Love, DA. Kruidvat. Maar ja, missen toch één. De Action, die is veel beter. Nikes of Adidas? Nike, beter. Cheetos of Doritos? Geef van beide, ga liever gewoon dood. Pinda's of zonnebloempitten? Nou, ik lust geen zonnebloempitten en pinda's hoef je bij mij niet aan te komen. Die hoef ik niet. Ja. Ooit van de dance, de groep Tresbian gehoord? Nee. Ooit danslessen gehad? Ja. Wat voor beroep doet jouw vrouw later? Oh, mode. Nou nee, ze moet doen wat ze zelf wil. Kan jij je tong oprollen? Nee. Ooit een spellingswedstrijd gewonnen? Nou, ik was een kanje daarin, dus dat denk ik wel. Vraag 73. Heb je ooit gehuild omdat je zo gelukkig was? Nou, dat was toen op een feest van mijn oom. Toen mocht ik zingen. Kijk. Laten zien. Dat was deze. Dit moment. Dat hier staan. Dat is best mooi hoor. Dat was op een feest, dus best mooi. Heb jij recordables cd's in huis? Nee. Kun je recordables cd's branden? Ja. Brand je vaak wierook? Ja, vaak zat. Dat is best mooi. Dat is een lekker geurtje in huis. Ooit verliefd geweest? Ja, iedereen is ooit verliefd geweest. Hè? Naar welke cassette zou je graag willen? Oh, dat is makkelijk. Ariana Grande. Is goed. Hete thee of ijsthee? Nee, fout. Eén vraag over. Wat was het laatste concert dat je bezocht hebt? Dat weet ik niet. Guus Meeuwis. Die ken je wel. Van het is een nacht. Diano. Hoi, wees niet zingen. Wat was het laatste concert dat je bezocht? Nee. Hete thee of ijsthee? Beide zijn lekker. Dus dan smaak je thee. 81. Heel even een moment. Telefoon gaat. Zo ja. Vraag 81. Thee of koffie? Nou, als ik dan moet kiezen, neem ik wel koffie. Want ik heb ooit een kilo koffie leren drinken, een beetje latere leeftijd, maar ik vind koffie tegenwoordig heel erg lekker. Mars of Snickers? Nou, bij mij is chocolade niet veilig. Dat haalt niet eens de kast. Voordat het de kast haalt, is het al lang al opgegeten. Dus Mars dan, of Snickers ook goed. Kan je goed zwemmen? Ja, ik zwem elke week, dus ja. Een A en B dus. Kan je onder water zwemmen zonder je neus dicht te knijpen? Ja, dat kan ik zeker. Ben je een patiënt? Nee, ik heb geen reuma of dat soort dingen. DJ of een band op je bruiloft? Ah, ik zing zelf al wat op een bruiloft. Dan zing ik. Roy, wil je niet zingen? Nee. Nou, doe me gewoon Jannes of zo. Goed. Ooit een wedstrijd gewonnen? Nee. Maar wel mijn carnaval. Op 30 plaats. Ik weet niet of dat een wedstrijd is. Voor mij wel. Heb je ooit plastische chirurgie gehad? Nee. Heb ik dat nodig dan? Ik ben blij met wie ik ben. Wat vind je lekkerder? Groene of zwarte olijven? Geen olijven, maar doe maar weg. Haken of breien? Nou, doe maar timmeren. Slopen, vind ik leuk. Beste plek
voor een open haard. De beste plek voor een open haard is buiten, in de regen. Dat doet hij het niet. Wil je trouwen? Moet ik eerst eventjes zien. Ik heb nog geen vrouw. Vriendin. Dan moet je eerst een vriendin hebben, anders lukt het niet. Als je getrouwd bent, hoe lang dan? Ja, koop je helemaal leven. Maar trouwen is houden. Maar je weet wat ze zeggen, hè? Trouw niet voor je 40 bent. Dus dat had ik maar bewijzelijk aan houden. Wie was je middelbare schoolcrush? Gaat je niks aan? Word je boos als je niet gaat op jouw manier? Nou ja, als ik een spelletje niet kan winnen, kan ik wel boos worden, ja. Heb je kinderen? Nee. Wil je kinderen? Nou, ja, dat zien we dan wel. Wat is je favoriete kleur? Blauw, denk ik. Zwart, rood. Hoe wil je begraven worden? Daar heb ik eigenlijk niet over nadenken, nog niet. 100. Mis je nog iets? Nee, zo goed. Ja, dat was dus de vragen. Even een kop koffie, hoor. Klik even op je vinkje. Vind het leuk? Ik hoop dat je me een beetje hebt leren kennen op de antwoord deze vragen. En bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal, dan weet je het allemaal. Dat blijft toch altijd wel zo. Maar, bedankt voor het kijken. En klik abonneer op mijn kanaal en op het belletje. Dat zou het beste zijn. Want dan ben je even op de hoogte. En wil je ook die vragenlijst doen? Nou, doe hem gewoon. Of je nou jongen bent of meisje, dat maakt niet zo heel veel verschil. Iedereen moet doen wat ze zelf gaan.